Her body's gold like September. She burns through the night like an ember. And all those things we try forgetting, I remember. But we say we all fine, we all fine. Sunny day dreams and we up now. Vodka lemonade, I serve it up, it goes down. 75 degrees and a dope sound. All you need to live fine, to live fine. A little sunshine, cause she need it. A dose of rainfall in the evening. The waves crash down and we feel them. Say here's to the nights, we steal them. And I be running cause I figured out, the more I slow down, the less I get out. And if we fall, let's be strong now. Moving along, we don't mind, we don't mind. Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe 24 Kitchen. Vandaag gaan we gingerbread hondenkoekjes bakken. En ik ga vandaag ook nog eens proberen om met een speciaal recept voor het eerst hondenkoekjes te glazuren. Zo, wat hebben we hier allemaal voor nodig? Voor de koekjes hebben wij nodig 3 cups bloem, 125 ml water, 4 eetlepels honing, 4 eetlepels olie, een eetlepel vers geraspte gember. Je kan natuurlijk ook gewoon gedroogde gember gebruiken. Een theelepel kaneel en een theelepel kruidnagel. Al deze ingrediënten gaan we mengen tot een mooi deeg. We voegen eerst alle droge ingrediënten toe en dat betekent dat we dus de kaneel, de kruidnagel en de gember toe gaan voegen. En daarna pas het water, de olie en de honing. Ons deegje is klaar, maar wat is nou een koekjesdeeg zonder leuke vormpjes? Dus we gaan vandaag het bordje gebruiken, het hondenpootje en een simpel rondkoekje. Maar eerst is het wel handig om het deeg uit te gaan rollen. Ons deeg is uitgerold. Ik ga nu koekjes uitsteken. Ik heb al een bakplaat met bakpapier klaarstaan. En de oven verwarm ik straks voor op 180 graden. De eerste plaat is gevuld met koekjes. Deze gaat zo de oven in. En ik heb nog een stukje deeg over hier. Dus ik ga nog een plaat volmaken. De eerste lading koekjes is aan het afkoelen. We gaan nu de icing maken voor op de koekjes. En dit doen we met yoghurt. Maïzena, een paar theelepeltjes melk en kleurstofjes. De yoghurt en de maïzena gaan we nu eerst mengen. Dit is mooi romig geworden. Het is nog wel iets te dik om te spuiten, vandaar dat er nog melk doorheen gaat. En dat moeten we heel voorzichtig toevoegen, zodat het niet in één keer te dun wordt. Glazuurrecept gevonden op Pinterest en ze zeggen dus dat dit glazuur dus mooi opdroogt, dus dat zou wel het mooiste zijn natuurlijk op het koekje. Dit is natuurlijk de eerste keer dat ik hem uitprobeer, dus we gaan het zien. Ik denk dat we maar gewoon beginnen met een simpel wit bordje, want ik heb dit natuurlijk nog nooit gedaan. Dus we gaan maar. Dat we dus eerst de lijntjes moeten doen, deze op moeten laten drogen en daarna pas de binnenkant invullen, zeg maar.
van de ijsting gedaan. En de eerste beginnen al op te drogen, dus dat is een goed teken. Dus ik ga de binnenkant doen van die koekjes. Nou, daar gaan we. Nog iets te veel icing is, dus de volgende ga ik iets minder proberen. Natuurlijk hoef je ze niet alleen maar helemaal wit te maken. Je kan er natuurlijk ook nog allemaal leuke patroontjes op maken. Ik heb een klein beetje paarse icing gemaakt. Daar ga ik stipjes mee op een potje zetten. Dit is het eindresultaat geworden. En we moeten natuurlijk nog even kijken of de meisjes ze ook lekker vinden. Dus we pakken een blauwe en een paarse. Ga je zitten? Joyke eerst. En voor Sia. Die neemt hem mee, zoals gewoonlijk. Ik denk dat dit een geslaagde 24 Kitchen was. En de koekjes zijn heel goed gelukt. Ik hoop dat jullie de volgende keer weer kijken. Tot ziens! A little sunshine, cause she needed a dose of rainfall in the evening. The waves crash down and we feel them. Say here's to the nights, we steal them. I'll be running 'cause I figured out, the more I slow down, the less I get out.